soort hey, leuk dat je er bent, accepteer bovenin de cookies als je optimaal gebruik wilt maken van Linda Nieuws, zie je geen balk, klik hier en accepteer de standaard cookies. Deze foto van de Marathon Rotterdam ging viral en wij zochten uit wat er gebeurde. Een bijzondere foto van de Marathon Rotterdam wordt veelvuldig gedeeld op social media. De koplopers kijken vreemd op als ze vlak na de start door een voor hen onbekende recreatief renner voorbij worden gelopen. Wij zochten uit wie deze snelle man is, belden hem op en kwamen erachter wat er precies gebeurde. Niet zomaar iemand om meteen met de deur in huis te vallen. De onbekende man is niet zomaar iemand. Het is de 28-jarige Zweed Andreas Awol, die in zijn thuisland aardig aan de weg timmert en vorig jaar zelfs voor Zweden uitkwam op de Europese kampioenschappen veldlopen. Een man die zichzelf bescheiden een semi-professional noemt, blieft VA umlaut elento en god kent Mästerskapsdebut in Svenska seniordressen hardloper Zweden 64 a och femte svensk kul att kenna. Hoe de stora grabbarna nu har jag en start.att jobba mig. Up I friend up right arrow SE's Nastara Tilburg hop is jag, open mouth smile. A post shared by Andreas Awol, at Andreas Awol, on 10-12-2017 at ongeveer 5:30 ochtends Pacific Standard Time, redelijk dicht na de start, maar zelfs met zijn reputatie is het niet aannemelijk dat hij de mannen verslaat die op kop van de marathon lopen. De Keniaan Kenneth Kipkenoy wil namelijk met een snelle tijd van 2:05:44 het fotomoment is redelijk dicht na de start geweest, geeft Andreas toe, zo lang mogelijk op televisie. Andreas rende samen met trainingsmaatjes, vertelt hij. Hij werd gesponsord en wilde de naam van zijn sponsor op het shirt zo lang mogelijk op televisie hebben. Het was dus zaak om zo dicht mogelijk bij de kopgroep te blijven, waar de camera's meestal op gericht zijn. Het lukte hem een kilometer of 1,2 lang om ze bij te houden en daar is hij tevreden mee. De meeste mensen houden het minder lang vol, snelste team. Dat had ook te maken dat Andreas geen hele marathon hoefde te lopen. Hij liep één estafette marathon en verdeelde de afstand dus tussen vier man. Hij liep zelf de eerste 9 kilometer. Het team deed het overigens geheel niet onverdienstelijk. Met z'n viertjes renden ze de afstand in 2:23:12. Dat is de snelste tijd van de estafettelopers. Grappige foto naast de overwinning is ook de foto een leuk aandenken voor Andreas. Op het moment dat hij het kopteam voorbij liep, voelde hij de verbaasde blikken. Al, het moet ook wat zijn als je ervan uitgaat bij de snelste te horen en zo kort na de start ook al voorbij wordt gelopen door een onbekend gezicht. Andreas kan er wel mee om lachen. Het is een grappige foto die de situatie goed samenvat en de sponsor kan ook tevreden zijn. Dankzij de foto is het niet alleen bij de 1,2 kilometer televisie aandacht gebleven. Bron Linda Nieuws, foto Frank Hazebroek, photography reacties. Verder lezen. Yo, hey.